Laten we eens kijken wat we uit deze foto kunnen halen. Ik begin allereerst in de raw converter en ik schuif een heel klein beetje mijn belichting omhoog. Doe ik met de Alt ingedrukt, zodat ik kan zien dat ik een overbelichting krijg. Nu krijg ik dat bijvoorbeeld op het gezicht in de rode tinten en hier op de bloes. Maar ik maak hem een heel klein beetje lichter. Ook de schaduwen vul ik een heel klein beetje op. Als mede dat ik de hooglichten een klein beetje terugtrek. Ik kijk of er niks onderbelicht is met de zwarte tinten. Want die marge heb ik dadelijk waarschijnlijk nog nodig. En ik haal de verzadiging een klein beetje terug. En ook de levendigheid. En de levendigheid haalt de kleuren iets meer terug. Behalve de gezichtstinten. En ik denk dat dit wel een aardig uitgangspunt is. En ik druk op Object Openen. Het eerste wat ik doe is een uitsnede gaan maken. En dat doe ik in dit geval gewoon met het selectiegereedschap. Ik trek een kader waarvan ik denk van hé, hey, dit is iets, daar kunnen we mee. En via afbeelding uitsnijden snij ik hem uit. Wat ga ik doen? Ik ga verschillende dingen doen. Laat ik eerst eens gewoon beginnen met de absolute basis. Het weghalen van oneffenheden op een nieuwe laag. Deze laag noem ik kloning. En met de healing brush en een monster van alle lagen haal ik gewoon een aantal dingetjes weg. Ook de cape loop ik na, die zit vol met kleine stofdeeltjes. Kwestie van goed opbergen had ik eigenlijk destijds in een plastic zak moeten doen. Helaas niet gebeurd. Nou ja, goed kan. Prima. Um, dat was de eerste stap. Tweede stap is het verzachten van de huid. De eerste stap daarvoor is het dupliceren van alles wat ik nu heb naar een nieuwe laag met Ctrl-Shift-Alt en E. En die dupliceer ik nog een keer. Ik zet de bovenste even uit, selecteer de onderste, maak daar een slim object van, zodat ik eventueel later altijd nog terug kan. En ik ga hierboven naar Filter, Vervagen en Oppervlak Vervagen. En ik kies waarden rond de 40 en een drempel rond de 50. En druk op OK. En als het filter toe is gepast, zet ik de bovenste laag aan, maak ik ook daar gewoon een slim object van. En daar ga ik op aan de slag met het filter Hoog doorlaat. Ik zoom even in tot 100% en ik kies hier een waarde waarbij eigenlijk de structuur net terugkomt. Ik hou hem op 1.5. Om de inhoud te zien zet ik de laag op lineair licht. En ik gooi beide lagen in één groep. En daar zet ik vervolgens een zwart masker overheen. En nu is het dus zaak dat ik gewoon mijn huid ga maskeren. Zodat hij mooi zichtbaar wordt. Dat doe ik gewoon met een kwast op 100% natuurlijk. En ik ga gewoon keurig overal even langs. Ik maak me geen zorgen dat het effect niet zo fraai wordt, dat kan ik dadelijk nog gewoon bijstellen, want het zit op eigen lagen en we werken in een slim object. Ik kan nou namelijk al zeggen dat ik de structuur veel te korrelig vind. Om alleen het masker te zien, hou ik de alt ingedrukt. Zo kan ik hier Kleine oneffenheden ook weer gewoon netjes wegwerken. En met een wat grotere kwast, dit soort stukken natuurlijk ook. En natuurlijk mag je de handen niet vergeten, want dat is ook huid natuurlijk. Ze draagt geen handschoenen. En dat zal wel meevallen, want deze hand valt eigenlijk net buiten de focus. Qua verzachting ga je kijken naar het gezicht natuurlijk. Want dat is hetgene waar het om draait. De handen, ja, dat is leuk en aardig. Maar daar gaat het natuurlijk niet 100% om. En ik haal gewoon de dekking van de verzachting een klein beetje omlaag. En het hoogdoorlaatfilter, dat pas ik gewoon wat aan naar beneden. En ik krijg een heerlijke gloed op de gezicht. Ik noem de groep huid. En het is al heel wat beter. Ik ga vervolgens doordrukken en tegenhouden op deze huidstructuur. Doe ik door een nieuwe laag aan te maken, curve? Ik zet hem op lichtsterkte en ik trek hem gewoon naar beneden. Nou, je ziet de hele huid wordt donker en ik zie ook meteen waar mijn masker eigenlijk gewoon niet perfect is. Geen probleem, kan ik meteen aanpassen. Het is natuurlijk niet de bedoeling om er deze kleur te geven, maar het is wel aardig om dadelijk de dingen wat donkerder te maken. Dus ik vul mijn aanpassingslaag met zwart. En ik pak gewoon een grote kwast. Lekker zacht. Met een hele lage dekking. En ik ga gewoon dingetjes donkerder maken. En aangezien ik nou buiten het gezicht verf, maakt dat op zich niet uit. Want door het masker wat er boven ligt, heeft het toch alleen effect op het gezicht. En ik accentueer op deze manier de schaduw een klein beetje. En ik maak nog een curve aan. En die maak ik veel lichter. Zet ik ook gewoon op lichtsterkte. Ik draai het masker om en ik ga even over wat lichtere gedeeltes heen. Deze twee lagen groepeer ik ook bij elkaar en noem ik doordrukken en tegenhouden. Dit ga ik straks nog een keer doen over de hele foto, maar het heeft nu even alleen effect op haar gezicht en je ziet wat er gebeurt. Ben ik in feite wel klaar met de huid? Dit is before en dit is after. En dit is mijn origineel. Ga ik een stukje aandacht aan de ogen besteden. Ik maak een curve die ik wederom op lichtsterkte zet. Ik draai hem om. En ik ga met een borstel in het masker. Over de iris doe ik wel even met een volle dekking. En natuurlijk ook het andere oog. Ik maak er nog eentje aan. Puur voor het oogwit. Wat daarmee een klein beetje feller wordt. En nogmaals, ik maak me niet echt druk over de balans in dit geval. Want ik weet dat ik die dadelijk toch wel weer aan kan passen. Je ziet ook een klein beetje mijn lichtopstelling. Ik gebruikte een vierkante softbox en een rond reflectiescherm. En ik maak tot slot nog een laatste laag aan. Die zou op lichtsterkte kunnen, maar is op zich niet nodig. En die gebruik ik puur om de pupil wat donkerder te maken. Deze drie groepeer ik ook in een laag en noem ik ogen. Nou, het oogwit dat is te veel, dus die dekking die kan omlaag. Of je zet de curve wat omlaag. En ook de iris maak ik een stukje donkerder. Vergeet ook niet af en toe gewoon uit te zoomen naar 100% om te zien wat je nou aan het doen bent. En ik vind dat de ogen er al een klein beetje meer uitspringen. De highlights zijn wat minder, dat komt omdat we de hele pupil hebben donker gemaakt. En ze kijkt me wat indringender aan. Maak ik een nieuwe aanpassingslaag, die noem ik lippen. En ik doe daar niks aan, behalve dat ik hem op bedekken of op zwak licht zet. Ik keer het masker om en ik verf gewoon over de lippen heen. Die instant gewoon wat meer kleur krijgen. Ik zoom uit naar 100 en zet de dekking vervolgens zachter, zodat het wat natuurlijker is. Maar het laat ze even net een klein beetje meer loskomen. Tijd om aandacht te besteden aan het haar. Nou, dat ga ik op zich zo laten. Ik kan via de laag klonen nog een paar dingetjes weghalen. Bijvoorbeeld een paar losse haartjes hier bovenop. Hoewel die dadelijk bij het behandelen van de achtergrond waarschijnlijk wel gewoon weg zullen vallen in het donker. En ook hier pak ik eventueel wat losse haren aan. Let met het bewerken van haren op dat je niet dwars door een haar snijdt. Een haar moet natuurlijk ergens beginnen, dat is bovenop het hoofd, en ergens eindigen. En als je een haar zomaar in tweeën zou klonen, dan begint hij namelijk in het luchtledige. Dat is ook weer niet fraai. Nou, laat ik het zo houden. Het haar ga ik ook met doordrukken en tegenhouden onder handen nemen. Dus wederom eigenlijk dezelfde techniek als daar straks, gewoon een lekkere zachte kwast van een procent of tien. En ik zet daar ook een kleurtoon- en verzadigingslaag op in de rode tinten, die ik er een klein beetje uittrek. Nou, dat heeft effect op heel de foto. Dus wederom masker omdraaien. En met 100% haal ik dat gewoon heel zachtjes er zo overheen. Het hoeft er maar net uit. En deze drie groepeer ik naar de laag haren. Heeft ook alweer een heel ander effect. Mijn origineel en wat we tot nu toe hebben. Ga ik me bezighouden met de cape. Nou, ik ben het niet zo eens met de kleur daarvan. Dus ik ga naar kleurtoonverzadiging. verzadiging. Dit zal voornamelijk in de blauwe tinten zitten. En ik pak een pipetje om het bereik te bepalen. Ik zet hem eerst even helemaal anders. Zodat ik goed kan controleren of mijn bereik inderdaad puur en alleen in het blauw is. Nou, het klopt bijna hier niet helemaal perfect. Ik pak nog een klein beetje meer blauw erbij. Niet te veel. Laat ik het zo even houden. En ik reset vervolgens even deze blauwe tint zodat ik weer vanaf nul kan beginnen. Ik trek de verzadiging eruit. En ik kleur hem een beetje richting bruin. En maak hem een tikkeltje donkerder. En zo eenvoudig is het dus om een kleur te veranderen. Tip van advies: wil je dit dus doen, schiet met iets in een totaal andere kleur wat niet voorkomt op je foto, dan heb je het dus gewoon in een handomdraai geselecteerd zonder dat je een ingewikkelde selectie moet maken. Ook hier weer een stukje doordrukken tegenhouden om de absolute highlights er even uit te laten springen. En deze twee groep ik samen in Cape. En ik maak een nieuwe curve aan en deze noem ik Blues. En hier ga ik puur het wit van de blouse wat naar beneden halen, zodat hij net wat minder aandacht vraagt. Want over het algemeen lichte delen vragen meer aandacht. En ik heb graag dat het gezicht het allerlichtste deel is. Prima. Ga ik de achtergrond donkerder maken, doe ik wederom met een curve en een lichtsterkte. En ik trek de verzadiging van de achtergrond ook een heel stuk naar beneden. Zoiets als dit. Nou, deze twee voeg ik samen in de groep achtergrond. Masker erover. En ik kan hem uit gaan maskeren. Nou, dit is wel even wat werk. Hier bij de cape zal het wel meevallen. Maar hier bij het haar komt het natuurlijk wat preciezer. En ik negeer dat eigenlijk gewoon een heel land. Ik ga dadelijk toch een klein beetje aan mijn balans werken. Maar al die losse haren... De echt vellen blijven er wel doorheen komen en dat de donkere echt wegvallen. Nou ja, zo so beer het. Hier moet ik wel even wat preciezer te werk gaan. En ik pak gewoon een kwast op 50% en ik ga zo door deze stukken heen. En ik zeg wel van ja, luister, het komt allemaal niet zo gruwelijk. Nou, nee, inderdaad, het gaat om de sfeer van de foto en niet zozeer om hoe precies je nou bewerkt hebt. Nou, dan kom je ook langs het feit dat de cape hier nog niet perfect is. Geen probleem. Ik ga terug naar mijn aanpassingslaag. Terug naar de blauwe tinten. Druk op het plusje en pak er dit gewoon bij. Ik zie wel dat ik inmiddels ook haar lippen daarbij heb included. Dus dat masker ik gewoon heel makkelijk uit. Met de kwast op 100% natuurlijk. Dan ga ik weer door met mijn achtergrond. Ik maak hem iets minder donker. En ik zet er nog een curve in. Die ik dan weer omhoog trek op de lichtsterkte. Oh, de lichtsterkte, niet de kleur. En daar ga ik een gradient in maken. Een circulaire. En die leg ik zo. En dat geeft een beetje ja, tegenlicht, zeg maar. Ben ik op zich al vrij aardig. En is mijn foto wel in balans? Um, ik heb de huid aangepakt. Ik heb het haar aangepakt. De cape. De witte blouse en de achtergrond. Al deze lagen vat ik samen in een nieuwe groep en die noem ik correctie. En echt, dit is maar een inzicht van hoe ik werk. En nu kan ik vervolgens een stukje aan kleurtoning en algeheel gaan beginnen. Laat ik eens beginnen met het toevoegen van een vignet, gewoon een ovaal eroverheen, niet in vaste verhoudingen. Maar van linksboven naar rechtsonder. Ik keer mijn masker om. Nu heb ik een hard vignet. Maar dat kan ik hier bij de eigenschappen gewoon zacht maken. En ik gebruik nog even een grote kwast hier in de rechterbovenhoek. Op een lage dekking. Om mijn licht hier wat verder terug te laten komen. Ik haal de verzadiging er een klein beetje uit. En ik maak nog een nieuwe aanpassing vanuit de rechteronderhoek. Wederom met een gradient, maar deze keer wel lineair. Zodat die alleen toegepast wordt in de rechteronderhoek. En ik maak daar met een kwast de hand geen onderdeel van. Ik vind de huid een klein beetje te licht en te veel gloed. Dus die zet ik nog een klein beetje terug. En ik breng daar een klein beetje meer kleur aan. Gewoon de verzadiging een klein beetje omhoog. Dat wordt op de hand weer wat te veel. Dus dat maskeer ik uit. En zo vind ik hem eigenlijk wel gewoon prima. Deze drie bovenste, die vat ik samen in een groep. En die noem ik Toning. En als je dan ziet van het origineel waar we vandaan komen. En waar we toch in ongeveer 30 minuten naartoe gewerkt zijn. Dan vind ik het best een wereld van verschil. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei doei.